Hallo. Ik heb een vraagje voor je. Van wie denk je dat jouw lichaam is? Een beetje een gekke vraag, hè? Omdat er in de vraagstelling al de verbinding is jouw lichaam. Maar het is toch niet zo'n gekke vraag als je denkt. En dat heeft te maken met onze zedenwetgeving hier in Nederland. Onze zedenwetgeving gaat niet uit van consent. Consent is instemming of toestemming, wederzijdse instemming voor als twee mensen seks met elkaar willen hebben. Seks tegen de wil is verkrachting. Onze zedenwetgeving gaat ervan uit dat een slachtoffer van verkrachting moet kunnen bewijzen dat er sprake was van dwang of geweld of bedreiging. Voordat er kan worden vastgesteld dat er sprake was van verkrachting. Een verdachte hoeft niet te bewijzen dat er sprake was van wederzijdse instemming voor seks. De verdachte hoeft dus niet te bewijzen dat er sprake was van consent. Dat is een ongelijke rechtspositie. En Nederland heeft zich in 2016 verbonden om de afspraken van het verdrag van Istanbul uit te voeren. In dat verdrag hebben alle landen die zich daaraan hebben verbonden eigenlijk afgesproken dat ze in de zedenwetgeving opnemen dat er wordt toegevoegd dat er sprake moet zijn van consent. Om je een voorbeeld te geven van wat ik bedoel, misschien heb je in het nieuws jaren geleden, de afgelopen jaren, gehoord over de groepsverkrachting die in 2016 in Spanje heeft plaatsgevonden. Spanje die had dezelfde wetgeving die wij hebben. Een jonge dame van 18 jaar die is door vijf mannen, jonge mannen, verkracht in groep. En die hebben het gefilmd, die hebben het filmpje rondgestuurd. De zaak is voorgegaan. En de rechter heeft de filmpjes bekeken en die heeft geoordeeld dat er geen sprake was van verkrachting. Terwijl het dus hartstikke duidelijk was dat er wel sprake was van verkrachting. Er is over deze zaak ontzettend veel protest geweest in Spanje. En er zijn dus tienduizenden mensen de straat op gegaan en de regering heeft in 2018 toen besloten. Van oké, we moeten onze wetgeving dus aanpassen. We moeten dus ook uitgaan van consent. Want als je naar deze zaak kijkt en eigenlijk naar alle andere zaken, is er geen sprake van consent geweest. Onze wetgeving loopt achter. De rechten van elk individu moeten ook op het gebied van seksualiteit worden beschermd. En daarom stelde ik dus die vraag: van wie is jouw lichaam eigenlijk? In het geval van verkrachting zegt de huidige zedenwetgeving dat jij moet kunnen bewijzen dat je geen toestemming had gegeven voor seks en dat er dus sprake was van geweld, dreiging en al dat soort dingen. De verdachte hoeft niks te bewijzen. De verdachte hoeft niet te bewijzen dat hij of zij zich jouw toegang niet mocht toe-eigenen. En wat is nu het geval? Minister Grapperhaus die wil de zedenwetgeving veranderen, maar eigenlijk verergeren in mijn ogen. Hij wil een nieuw delict eraan toevoegen, seks tegen de wil. En verdachten kunnen, als ze daaraan schuldig worden bevonden, 50% strafkorting krijgen. En dat is eigenlijk heel absurd, want seks tegen de wil is gewoon verkrachting. En hoezo krijgen verdachten, indien ze schuldig worden bevonden, dan 50% strafkorting? Het is heel erg raar. En de minister kan zelf ook niet zo goed uitleggen waarom hij dit heeft bedacht. Op 6 oktober is er een kamerbreed overleg hierover. En het verbaast me eigenlijk dat dat dit niet breed uit wordt besproken in de samenleving, dat opiniemakers hier het niet over hebben.
Er zijn een aantal artikelen erover geweest, nieuwsartikelen, maar verder niks. Ja, ik vind het een beetje gek, want dit heeft te maken met de mensenrechten voor iedereen in dit land. Elk leven is even zwaar natuurlijk, is even waardevol. Seksueel misbruik en seksueel geweld zijn paraplu-begrippen voor handelingen die wij in de samenleving en in de wet kennen als ontucht, verkrachting, incest, aanranding. En in onze samenleving praten we eigenlijk pas 30 jaar over seksueel misbruik en seksueel geweld. En dat komt door dit eerste grote onderzoek van El Draaien. Dat in 1990 is verschenen. Dat ging over incest. Maar het praten over seksueel misbruik in de samenleving is door dit onderzoek eigenlijk goed op gang gebracht. En ja, het is nog steeds een moeilijk onderwerp, omdat er ja, de meningen erover verdeeld zijn. Maar over één ding kunnen de meningen volgens mij niet verdeeld zijn. En dat is consent. Dat je met elkaar afspreekt, dat je toestemming aan elkaar geeft of met elkaar instemt, dat je seks met elkaar wilt hebben. Al het andere is seks tegen de wil en dat is verkrachting. Ik ben een onafhankelijke schrijfster, journalist en empowerment coach. Ik heb me hierin verdiept, ik ben erover gaan lezen. Nadat ik dus wel krantenartikelen erover zag op de site van de NOS. En omdat ik zag dat Amnesty International Nederland ja, daarin werd geïnterviewd, heb ik ze gecontact en ze gevraagd van wat is er eigenlijk aan de hand. En ben ik dus ook hun informatie gaan lezen. Ik zal de link ook voor je droppen onder deze video. Daar kun je zelf inlezen. En ja, zullen we afspreken dat we de samenleving gewoon voor iedereen mooier maken en dat mensenrechten voor iedereen gewoon gelijk zijn en dat het wat seksualiteit betreft, dat ja, er zijn ontzettend veel verkrachtingen. Het is, ja, als je de cijfers leest, dan schrik je ervan. En verkrachtingen vinden, ja, de verkrachters zijn geen mensen die, zij zijn in 70 tot 80% van de gevallen mensen die we kennen. Het zijn zelden onbekende mannen in bosjes en zo die dat doen. Hoewel dat soort zaken meestal de media eerder halen dan die 70 tot 80% van de gevallen waarin het gewoon een bekende is van het slachtoffer. En ja, zullen we er samen iets aan doen? En de minister hierop aanspreken dat we hem vragen om dat verdrag van Istanbul uit te voeren en geen sneaky wet te maken waarin verdachten, als ze schuldig worden bevonden, ook nog ja, strafkorting krijgen. Doe het voor jezelf, doe het voor je kind. Doe het voor de volgende generatie. Want dit kan gewoon niet, vind ik.